Hey hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Jeroen en Bianca die komt verderop natuurlijk ook nog wel even voorbij. Ik zit nu achter de computer. Sof die heeft haar plekje weer op het bureau gevonden. En ja, of ik daar even met rust wil laten, denk ik. Toch, Sof, wil je met rust gelaten worden? Wil je gewoon lekker zitten zo hier? Je hebt wel mooi uitzicht op de computer, hè, zo. Dat is wel handig. Dan kan ze alles in de gaten houden wat ik doe. Ook afgelopen dagen eigenlijk weer weinig gefilmd. Dat kwam, ja, gewoon bezigheden waarbij je even geen camera kunt gebruiken. Afgelopen zondag hebben wij bij mijn zwager, ofwel Bianca de broer, geholpen in zijn nieuwe huis. Daar heb ik een beetje op de tocht gestaan en ja, natuurlijk lekker stof gehapt. Dus vandaar dat ik lekker verkouden begon te worden daarna. Verder moet ik je even bijpraten over een paar dingen. Maandag heb ik mijn laatste dag bij CNA gehad. Sowieso twee fantastische jaren daar gehad. Heel erg jammer dat ik er weg moet natuurlijk. Maar ja, zo is nou eenmaal de wetgeving op dit moment. Vaste contracten worden gewoon niet zo snel meer gegeven. Dus dat is echt heel spijtig. Wel heel fijn afscheid genomen van alle lieve collega's daar, waar ik die twee jaar gewoon zo ontzettend fijn mee heb kunnen samenwerken. En natuurlijk heel veel heb kunnen lachen. Deze kaart gekregen, hallo knappert. Getekend door ja, een aantal collega's. Niet allemaal, want ja, dan hadden ze eigenlijk even ietsje eerder door moeten hebben dat het mijn laatste werkdag was maandag. Officieel duurt mijn contract namelijk nog tot en met vandaag. Het is vandaag donderdag. Nou, en niet alleen die kaart, ook nog een bon van Mediamarkt. Nou, dat komt altijd goed van pas. Ze vroegen, wil je anders een bon van CNA? Ik dacht van, nou, weet je wat. Ik heb eigenlijk wel even genoeg kleding, want dat heb ik aardig ingehaald in die twee jaar dat ik daar liep. Ik ben natuurlijk in de tussentijd wel gewoon flink aan het solliciteren, want het is niet de bedoeling dat ik al te lang thuis blijf zitten. Afgelopen zaterdag heb ik een sollicitatie gestuurd voor de functie, weer heel iets anders, railbestuurder bij HTM. Ofwel gewoon op de tram zitten. Leek mij echt hartstikke leuk. Hele enthousiaste motivatiebrief geschreven, waar ik maandag ook meteen op gebeld werd. Gisteren mocht ik langskomen. Via de telefoon eerst een heel fijn gesprek gehad. Gisteren daar een heel fijn sollicitatiegesprek gehad. Nou ja, railbestuurder moet je natuurlijk wel gewoon iets voor kunnen, moet je scherp en alert voor zijn en zo. Dus daar krijg je dan een testje voor met vierkantjes, rondjes, driehoekjes die van kleur veranderen. Daar moet je op reageren of niet. Geluiden die harder of zachter worden, moet je op reageren of niet. Zou je denken, zo'n test zou normaal gesproken niet zo moeilijk moeten zijn. Maar ja, die test die heb ik gewoon verknald. Heel simpel, kan kort over zijn. Het ging gewoon, ik kwam er niet lekker in. Ik weet niet of het nou kwam door de verkoudheid of doordat in de ruimte daarnaast ook nog mensen zaten te praten die op een gegeven moment, zeker toen ik met de geluidstest bezig was, afscheid aan het nemen waren. Dat ging allemaal ietsje harder. Dat leidde gewoon af. Maar anyway, test verknald, dus daar houdt het op. Ik ben wel afgelopen week ook met mijn moeder naar IKEA geweest om een nieuwe kast uit te zoeken. Kast moet nog gemonteerd worden, dus dat ga ik misschien vandaag nog even doen. En verder, solliciteren. En, niet geheel onbelangrijk, we gaan spullen pakken vanavond, want we gaan naar Antwerpen. Yay! Ik ben nu bij het nieuwe huis van mijn moeder. En je ziet het, dit is echt wel een flat, zeg maar. Het is altijd leuk met zo'n bellenpaneel. Er staan echt allemaal geinige namen op eigenlijk. Is dat Duran? En er is hier ook een koets. Er is een bos. En deze is natuurlijk de allermooiste, hè? Van Bad. Ja. Ja, hallo. Oké, kom erin. Nou, ik mag erin. Is dat even fantastisch? Zal je altijd zien, hè? Ben je er? Gaat de lift net weg? Nou, dat wordt even wachten dus. Je zou denken van, goh, er zijn twee liften, maar de ene die gaat naar de oneven verdiepingen, de andere die gaat naar de even verdiepingen. En ja, die moet ik hebben. Nou, dan gaan we naar boven. Zo, dat valt nog niet mee, hè, zo'n kastje in elkaar zetten. Ja, hey, met je goede ideeën. Ja, ik denk even kastje. Even een kastje. Ik heb wel eens een Billy in elkaar gezet. Nou, als je daar langer dan een half uur over kan doen, dan heb je echt een beschrijving nog nodig. Voor de duidelijkheid, het was zo'n kast zoals je hierachter ziet. Zo'n kast. Maar dan met spiegels. En niet allemaal planken. Ook nog heel veel poespas. Dan hebben we het nog niet eens afgekregen. Ja, softclose deuren, ladekasten erin. Hij is inderdaad nog steeds niet af, dus sorry mam, je zal nog heel eventjes je kleding niet op kunnen bergen. Maar ja, er staan nog meer dingen in dozen daar, dus ik denk dat daar intussen wel een beetje aan gewend is. Ja, dat maar is niet klaar.
Je hebt ook weer wat moois tevoorschijn gehaald, zie ik. Herinnert u deze nog? Dat betekent dat we weggaan. Gaan we weg? We gaan weg. Bob en Soof, we gaan weg. Bob en Soof. Vliegtuigoordopjes? Hoeven we niet mee te nemen, hè? Nee, we gaan niet vliegen. Onderbroeken, wil je die nog meenemen? Zou leuk zijn. Nou, vooruit. Hoeveel onderbroeken wil je? Stuk of drie. Oké, nog voorkeur? De bovenste drie. Zo. Anders nog iets? Sokken. Nou, ook nog. Maar dan past het toch niet meer wat ik erin wil doen? Voorkeur? Wat heb jij allemaal nodig dan? Van alles. Een beetje dikke sokken. T-shirtjes? Ah, dat moet je mezelf uitzoeken hoor. Zo, zoek jij anders de shirtjes uit. Dat is een camera. Hoef je niet aan te likken. Nee. Wil je nog iets van een trui of zo? Ja. Even voor de duidelijkheid. Dit moet hier nog in, hè? En dan moet ik mijn kleren nog meenemen. Je hebt toch en gewoon... Sof. Ja, maar schat, je hebt toch gewoon een bikini genoeg? Ik ga wel weer even verder, ja? Ik zoek mijn kleren nog wel even uit. En dan hoop ik dat ik nog wat van jouw kleren er ook nog bij kan. Anders wordt lastig. Nou, het goede nieuws is, deze vlog is erg kort. Maar morgen zijn we er ook. Overmorgen zijn we er ook. Over overmorgen. Over overmorgen zijn we er ook. En over. Zeg ik het goed? Overmorgen. In ieder geval donderdag. Dan zijn we er ook. En dat is dan onze 50ste video. Dus dat wordt een hele speciale. Tot zover deze video. Leuk dat je keek. Tot morgen. Doei. Doei. Mauw.